En wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij blinden en slechtzienden die zelfstandig door het leven gaan. De dag staat beter bekend als de dag van de witte stok, die symbool staat voor deze zelfstandigheid. De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, heeft vandaag een wandelloop georganiseerd met als voornaamste doel meer bewustwording in vooral het verkeer. De voorzitter van Stichting Shiatsu Massage, die onderdeel is van NSBS, Antusa Limapo, gaat in op de afgelopen periode. Hetgeen reeds is neergezet is te vergelijken met een prachtige grote boom met stevige dikke wortels en een mooie dikke stevige stam. Maar vanwege COVID heeft deze boom anderhalf jaar lang niet kunnen bloeien. Als nieuw bestuur willen wij deze boom weer tot bloei brengen en proberen wij met behulp van diverse donoren de boom te voeden. Zodat wij allemaal binnenkort weer kunnen genieten van de mooie bloesems en de vruchten aan deze boom. De voeding die wij deze boom geven is, zoals ik al zei, afkomstig van Alanse donoren. De stichting Shiatsu Massage heeft verder ook het logo vervangen. Contentontwerper Alexander Hunsel geeft aan dat hij op het idee is gekomen om de schakels die de masseurs hebben overbrugd in hun leven te vertalen als een vlinder. De maatschappij waar we in leven zegt dat wanneer je nu niet meer goed of niet meer kan zien, dat je dat niet meer mag doen, kan doen. Dat bepalen wij voor hun. Maar dat is dus niet zo. Ze kwam daardoor, en de meesten, kwamen daardoor in een soort periode waar ze eigenlijk op zoek waren naar, maar wie ben ik eigenlijk? Hoe verder vanuit hier? En wat ze mentaal zo sterk maakt, is dat ze op een gegeven moment een switch hebben gemaakt van, het is niet voorbij. Ik kan nog veel meer doen. Hunsel, die tevens medewerker is bij de massagepraktijk, heeft de nieuwe leiding verwelkomd met een kunstwerk.